Dag Jens, proficiat met je finale plaats voor Mr. Gay Vlaanderen 2015. Wat zou je graag beter kunnen? Oh, beter kunnen? Ik ben geen goeie in talen, dus ik ken Vlaams en West-Vlaams en Nederlands ook een beetje. Maar allee, in de familie, dat zit totaal niet in de familie. Dat zit niet in de heen om te gaan studeren uit boeken en talen gaan studeren. Dus dat is wel een minpuntje en dat zou ik wel heel graag eigenlijk kunnen, dat ik enorm veel talen kan. Maar dat is niks voor mij, talen. Wat zou je doen als je vandaag de lotto zou winnen? Goh, het valt te zien hoeveel. Maar ja, ik zou sowieso een wereldreisje maken met mijn partner dan eventueel. Wat sparen natuurlijk. Ik ben nog jong, dus voor een huisje. En een goede auto kopen. Eens er een voorwerp dat je echt niet zou kunnen missen en nooit zou willen wegdoen? Ja, mijn gsm. Ja, nu het einde van 2015. Gsm, ja, smartphone, dat moet je altijd bij de hand hebben. Dus mijn iPhone zou ik echt niet kunnen missen. En wat kies je, een hond of een kat? Ja, een hond. Ik ben allergisch aan katten, dus ja, dat is vanzelfsprekend dat ik voor hond kies. Uitgaan of liever gezellig in de zetel zitten? Goh, eigenlijk liever met mijn partner in de zetel zitten. Genieten van een glaasje wijn met een filmpje. Dat verkies ik dan nog voor echt wel uitgaan. Oké, bedankt Jens voor dit interview.